Hallo, ik ben Niek van der Velde, freestyle snowboarder. En ik heb een mooie workout in elkaar gezet. Jongens, in deze hectische, turbulente tijd is het wel belangrijk dat iedereen gewoon even zijn rust neemt. Dus voordat we de workout beginnen wil ik wel even dat iedereen even een momentje voor zichzelf neemt en even goed tot rust komt. Ik heb een mooie workout in elkaar gezet die de beentjes, de chest en de core meepakt. Kleine opsomming van de oefeningen vandaag. We beginnen met een kneeling jump. Die is goed voor explosiviteit en beenkracht. Daarna gaan we door naar een hamstring slide. Daarna doen we een push-up. Waarna we onze tenen aan gaan tikken. Die is goed voor je borstspieren en je buikspieren. En dan als laatste doen we een 8-point plank. Nou, het ziet er niet lastig uit, maar het is zeer zwaar voor je buikspieren. Okay, de eerste oefening die we gaan doen is de kneeling jump. Dan is de bedoeling dat je vanaf je knieën op je voeten springt. Dus zo. Je gooit je arm omhoog en strekt. En door de beweging van je heupen spring je als het ware omhoog. Deze oefening doen we 10 herhalingen. Mocht dit nou te lastig voor je zijn, dan kun je ook de kneeling stand-up doen. Dan zit je als het ware hetzelfde positie op je knieën. En dan sta je als het ware gewoon van één been op en je gaat weer zitten. En dan wissel je er dan af. Mocht je dit nou heel makkelijk vinden, dan kan je ook nog een andere variant doen. En dan spring je hetzelfde weg, alleen dan land je op één been en dan pak je ook nog extra balans. De volgende oefening, de hamstring slide, heb je een handdoekje of iets van ja, iets wat glijdt nodig. Het handdoekje plaats je onder je hielen. Vervolgens ga je op je rug liggen. Je brengt je hakken naar je toe. Doe je heup omhoog. En dan vervolgens glij je met je voeten uit als het ware. Die strek je. Maar je houdt je pont van de grond. Deze oefening doen we ook 10 keer. De volgende oefening is een push-up variant. En doen ze maar een push-up. En dan vervolgens raak je met je rechterhand je linkervoet aan. Of andersom met je linkerhand je rechtervoet. En hier doen we 10 herhalingen. De volgende oefening is een 8-point plank. Dus een normale plank ziet er zo uit. Maar bij deze plank hebben we 8 punten op de grond. Dus je handen, ellebogen, je knieën en voeten. En bij deze oefening is het ook belangrijk dat je ellebogen voorbij je schouders staan. Dus niet onder je schouders, maar net iets ervoor. En dan je houdt je rug niet hol, maar je probeert hem best bol te trekken. En dat gaat ervoor zorgen dat je buikspieren echt heel erg gaan branden. Deze 8-point plank houden we 30 seconden vast. Wat ook belangrijk is bij deze oefening, is zodra je merkt dat je je rug niet meer bol kan houden, dat je dan mee stopt. Anders het is niet heel erg goed voor je om zo te forceren. Deze reeks oefeningen herhaal je 4 sets en dan zit deze home workout. We zijn nu aangekomen bij de bonus oefening hier in mijn tuin. En de oefening is de backflip burpee. Doe dit vooral niet thuis nou als je geen backflip kan, want het is niet zo verstandig om hier naar het ziekenhuis te gaan. Het idee is als het ware, je doet hetzelfde als een normale burpee, maar in plaats van dat je omhoog springt, spring je omhoog met een backflip. Als je vragen hebt, stel ze in de comments, dan probeer ik ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Hoe is lekker in je elleboog? Hoe is niet in andermans gezicht? Blijf thuis, zoek de drukte niet op, was je handen, stay safe, ciao.